ben ik hier in mijn atelier. En dan begin ik meestal met het aanzetten van muziek. Op een gegeven moment begin ik en dan de eerste tekeningen die ik hier maak, dan denk ik bij mezelf, als ik dat zie zo de volgende dag of zo, dan denk ik van, het ziet eruit alsof je nog nooit getekend hebt. Je bent natuurlijk altijd aan het zoeken, je bent altijd aan het proberen om het beter te doen, om het eenvoudiger te doen. Door die eenvoud laat ik ontzettend veel ruimte voor de fantasie. Ik merk het ook vaak wel, ja, dat het toch mijn wereld is, dat dat die wereld van 4 jaar zeg maar, en we blijven hangen of zo. Ik heb als uitgevers bij me gehad, die zeiden, god, hoor je in dat huisje. Ik ben er heel gelukkig mee en dat er fietsen hier naartoe. Ik ben niet zo van, ik moet er een boot bij of een bedrijf nee. Wat allemaal bij. Soms denk ik, waarom nee en waarom de anderen niet? Want ik heb Boris Beer gemaakt, ik heb Barbara gemaakt, ik heb een beetje Big gemaakt. Nou, zoveel anderen, ook een heleboel kindertjes. En ja, waarom nee altijd voorop loopt in elk land ook. Waar is waar het al komt, de kinderboeken, daar is altijd weer nee voorop. I can tell you, it's a very great honor for me that you have chosen Miffy as ambassador. Het feest van Eindje. Dat vond ik echt wel een titel voor vandaag. Ja. Ik ben zelf erg gesteld nog steeds op die hele serie van de zwarte beertjes, zeg maar, die ik vroeger had. Dat ik ook een plaats in het museum krijg, dat is iets wat ik echt vind, dat ik denk bij mezelf, en dat is toch wel iets onvoorstelbaars. Je bent natuurlijk altijd aan het zoeken, je bent altijd aan het proberen om het beter te doen, om het eenvoudiger te doen. En als je dan merkt, en dat merk ik dus nu nogal eens, nou ik ouder ben, dat je veel mensen krijgt die zo van de Rietveld Academie komen of zoiets. En dan ben je langskomen om te laten zien hoe ze bezig zijn en waar je dan kan zien dat je een beetje invloed op ze gehad hebt. Dat het eigenlijk een beetje doorgaat. Dat geeft een ontzettend leuk gevoel.